De commissie Vrij Verkeer van Personen heeft nu nieuwe leden. De minister van Arbeid, Suharto Mustaja, heeft pas deze nieuwe leden geïnstalleerd. De voorzitter van deze commissie is de jurist Rowan Noridjo, die ook onderdirecteur arbeidsmarkt is op het ministerie. Een van de taken van de commissie is aanvragen voor burgercertificaten te toetsen en de minister van advies te voorzien bij het verstrekken van deze documenten. Burgercertificaten kunnen worden aangevraagd indien CARICOM-burgers in een ander CARICOM-land wensen te werken. Personen die deze documenten mogen aanvragen zijn afgestudeerden van de universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzikanten, leerkrachten en verpleegkundigen. Elke andere CARICOM-burger moet een werkvergunning van het ministerie van Arbeid aanvragen. Dit systeem is ingesteld na de ratificatie van het verdrag van Chaguaramas in 2006. Dit verdrag handelt over vrij verkeer van personen en kapitaal binnen de landen van de CARICOM.